Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over studiekeuzes. Mijn naam is Marlies Hoogveen, ik ben 18 jaar en op dit moment eerstejaarsstudent van de opleiding Media Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vorig jaar heb ik natuurlijk zelf mijn studiekeuze moeten maken en daar ging nogal wat aan vooraf. In deze video ga ik dan ook allemaal dingen vertellen die de Rijksuniversiteit Groningen aanbiedt, zodat jij straks een goede studiekeuze kunt maken. En ook geef ik nog een aantal andere tips die mij heel erg hebben geholpen bij mijn studiekeuze. Ik hoop dat je wat in deze video zult hebben en laten we dan maar snel gaan beginnen. Allereerst, het is natuurlijk een beetje anders om in deze tijd een studiekeuze te moeten maken. Normaal gesproken heb je altijd eventen op de campus, zoals een live open dag of een dag studentmomenten. En dat brengt me eigenlijk ook meteen op mijn eerste punt, namelijk de online Bachelor Week die de Rijksuniversiteit Groningen organiseert. Je moet je hiervoor aanmelden op de site en wat er dan gebeurt is dat de RUG een week lang allemaal presentaties geeft over de verschillende opleidingen natuurlijk, maar ook andere presentaties over bijvoorbeeld het verschil tussen universiteit en hbo of hoe het is om in Groningen op kamers te zitten. En daarnaast zijn er in deze online Bachelor Week ook nog studiekeuzeworkshops. Deze workshops helpen je om een nog beter beeld te krijgen van welke studie bij jou past, dus misschien is dat wel iets handigs om te doen. Als je ook meer vanuit studentenperspectief wilt ervaren hoe een bepaalde opleiding is, dan is misschien een dag student wel iets voor jou. Normaal gesproken is dit op de campus en dan ga je live een dagje mee, bijvoorbeeld met hoorcolleges en werkcolleges. Maar omdat dit nu online is, gaat het een beetje anders. Het verschilt een beetje per opleiding hoe dit is ingericht, maar het algemene idee is dat je tijdens zo'n moment echt vanuit studentenperspectief kunt ervaren, oké, dit soort lessen worden er gegeven en eventueel kun je op zo'n moment ook nog weer vragen stellen aan de student. Ik heb zelf ook een dag student gedaan toen ik mijn opleidingskeuze moest maken. En ook al was dit nog voor corona, ik vond het zelf een heel goed inkijkje geven in hoe een studie er nou daadwerkelijk uitziet, omdat je echt met een hoorcollege mee kunt kijken, dus je weet echt precies hoe de lessen dan gaan na die tijd. Als je op een nog intensievere manier met de studie kennis wilt maken, dan is misschien een webklas wel iets voor jou. Bijna iedere bacheloropleiding van de RUG heeft een webklas en die duurt 4 weken. Gedurende deze 4 weken krijg je iedere week een opdracht thuisgestuurd die je dan gaat maken en hier krijg je ook feedback op. Het is volledig gratis en op deze manier kun je een beetje merken wat voor soort opdrachten je nou eigenlijk krijgt bij een bepaalde studie. Zelf heb ik dit ook gedaan voor de opleiding die ik uiteindelijk heb gekozen. En wat ik heb gemerkt is dat de opdrachten die ik toen kreeg heel erg overeenkomen met de dingen die ik nu leer. Dus het geeft wel een goed beeld van de opleiding. Ook is het misschien handig als je bijvoorbeeld nog twijfelt tussen twee studies om van ze allebei een webklas te doen. Op deze manier kun je de opdrachten dan wat naast elkaar leggen en op die manier kun je er heel erg goed achterkomen wat nou eigenlijk het verschil is tussen twee studies. Aangezien we in deze tijden niet met z'n allen naar de campus kunnen gaan voor open dagen, heeft de Rijksuniversiteit Groningen nu ook iets nieuws bedacht. Namelijk dat ze een studiekeuze rondje RUG aanbieden. Wat dit inhoudt is dat je dan samen met een studentassistent door Groningen gaat lopen langs alle bekende gebouwen van de RUG. Zo kun je een beetje kennis maken met de stad Groningen en dan ondertussen alles te weten komen over studeren in Groningen. Ook kan het zo zijn dat er dan een student van de opleiding mee is waarin jij geïnteresseerd bent, zodat je ook nog allemaal vragen kunt stellen. Ik denk zelf dat dit een hele leuke manier is om op een persoonlijke wijze kennis te maken met de stad Groningen en meer te weten te komen over de studie die jij leuk vindt. Dus ik zou het zeker aanraden. Voor de rest is er ook nog de mogelijkheid om in contact te komen met een student via mail een student. Iedere bacheloropleiding van de RUG heeft een studentenambassadeur en hiermee kun je mailen. Dit heb ik zelf ook gedaan voor verschillende opleidingen toen ik mijn keuze moest maken. En ik vond het heel erg fijn om van een student te horen hoe zij bepaalde dingen ervaren binnen de opleiding. Dus dit zou ik zeker doen als je bijvoorbeeld nog persoonlijke vragen hebt. Een vrij gemakkelijke en toegankelijke manier om meer te weten te komen over de studie die jou interesseert, is om te kijken of er ook een studievereniging is. Dit staat vaak wel op de site beschreven en wat je dan kunt doen is deze studievereniging opzoeken op Instagram. En zo kun je toch een beetje een beeld krijgen van de sfeer. En je kunt ook altijd nog een DM sturen als je vragen hebt. Want uit mijn eigen ervaringen is in ieder geval wel gebleken dat studenten van een studievereniging het helemaal niet erg vinden als jij een paar vragen aan ze wilt stellen. Dus dat is misschien ook wel een goed idee om te doen. Wat verder ook heel handig is om te weten, is om inzicht te krijgen in hoe de wekelijkse invulling van een bepaalde opleiding nou eigenlijk is. Je kunt bijvoorbeeld contact zoeken met een student, bijvoorbeeld via mail een student, en dan vragen wat doe je eigenlijk in een week en hoe zijn de verschillende hoorcolleges, hoe zijn de werkcolleges, werk je veel in groepen, wat zijn de toetsvormen en hoeveel tijd ben je ongeveer kwijt met wekelijkse dingen die je moet lezen. Dit zijn allemaal dingen waardoor jij een goed beeld kan krijgen van hoe een studie er nou eigenlijk in de praktijk uitziet en niet op papier. Wat mij persoonlijk ook heel erg heeft geholpen is om te gaan kijken op LinkedIn.
LinkedIn is een site waarop mensen hun online cv's plaatsen. Wat je dan kan doen is nagaan wat bepaalde mensen, waarvan jij vindt dat ze een hele mooie carrière hebben, dat je dan gaat kijken wat hebben deze mensen eigenlijk gestudeerd. Op deze manier kun je er namelijk een beetje achterkomen in welke studierichting je zou kunnen kijken als een bepaald beroep je heel erg leuk lijkt. Dus dit geeft je ook weer wat inspiratie om studies te bekijken bijvoorbeeld. Tot slot mijn laatste, misschien iets meer basic tip, maar alsnog een hele belangrijke. En dat is om iets te kiezen wat eigenlijk al heel dicht bij je staat. Kijk dus vooral naar je dagelijkse bezigheden, naar je hobby's. Waar krijg je energie van en welke dingen vind je uit jezelf al heel erg interessant? Zo vind ik het bijvoorbeeld heel erg interessant om het nieuws te volgen, de politiek, maar ook bijvoorbeeld movements op Instagram. En verder kwam ik erachter dat al mijn hobby's op een bepaalde manier toch gerelateerd zijn aan media, zoals het schrijven, het maken van video's, dat soort dingen. Wat mij dus heel erg handig lijkt is om te kijken waar hebben je dagelijkse interesses, je hobby's en je kwaliteiten raakvlakken en is er misschien een bepaald patroon, een soort overkoepelend onderwerp en kun je dan kijken is er misschien een studie die hierop aansluit. Ik denk dat je op die manier een studie zult vinden waar je straks graag dagelijks mee aan de slag wil gaan. Zo, dit waren dan alweer alle dingen die ik je wilde vertellen wat de RUG aanbiedt, zodat jij straks een goede studiekeuze kunt maken. Gelukkig biedt de Rijksuniversiteit Groningen heel veel studies aan, dus je zult vast iets vinden wat je heel erg leuk lijkt. Bij deze wil ik je dan ook bedanken voor het kijken naar deze video en ik hoop natuurlijk dat je iets aan de tips hebt gehad. En natuurlijk wens ik je ook heel erg veel succes bij het maken van een studiekeuze.